niet kon voorkomen. Meneer Voorhoeven, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkemans. Hoe gaat het inmiddels met het gevluchte gezin? Ze hebben goed geslapen. De vader is ook sinds die om 3:30 vanochtend naar bed is gegaan bijgekomen. En ik verbaas me over vooral de veerkracht van jonge kinderen. Die op het ene moment hun tranen laten lopen en op het andere moment vrolijk spelen. Ja, de vader kwam midden in de nacht per trein aan, hè, zei ik zojuist. Dat klopt, ja, toch? Ja, dat klopt. Die is op eigen houtje gekomen. Ja, met hints van een Oekraïense kennis van mij die met hem steeds overlegde hoe hij dat moest doen. En Duitsland heeft gratis reizen ingesteld voor Oekraïense vluchtelingen. Nou vragen mensen misschien af, vader moet toch vechten? Nou, er is inderdaad een algemene dienstplicht nu voor alle mannen. Vader zou moeten vechten, maar dat geldt niet voor vaders die meer dan 3 kinderen hebben om te verzorgen. En hij heeft er 5. 4 daarvan zitten nu hier in mijn huis. De 5e is student in Polen. Heb ik nou goed begrepen dat u opnieuw die kant op gaat om nog weer nieuwe vluchtelingen op te halen? In ieder geval de studenten waarmee ik de eerste actie ondernam, die zijn erg enthousiast en die willen dit weekend opnieuw gaan. Er zijn ook mensen die zich bij mij melden en ook die wens hebben vluchtelingen op te halen. Tegen die mensen zeg ik, weet wel waar je aan begint. Je moet wel dan ook blijvende opvangruimte hebben. Want je kunt niet zomaar een weekje leuk vluchtelingen ophalen. De mensen moeten natuurlijk worden verzorgd zolang het nodig is en zolang die vrees.